Het is tijd voor de onthulling, Gio. Ben je klaar? Ja. Oké, 3, 2, 1. Nee! Ja! What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. Ik ben hier met Gio Latoy. Hi! Gio, trouwens, als er meiden zijn die echt een string willen, dan hit me up. Hey, lekker, alles goed? Waarom sla je dan meteen? Dat weet ik niet. Kom meteen agressief. Sorry. Jij komt hier in mijn privé, in mijn zakelijke privé en dan... Ja, jij bent uitgenodigd, dus ik moest wel. Ja, oké, dat is waar. Hey, leuk dat je er bent, man. Ja, wat een feest. Ja, wat heb je een mooie broek aan. Een mooie zwembroek. Ja, wat mooi, heb je? Lekker zwembroekje aan. Goed dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van De Dikste Dealer. Deze aflevering ga ik het opnemen tegen deze jonge man. Ben je zenuwachtig? Ja, echt zo zenuwachtig. Helemaal. Ja, echt. Oké. Ik ben niet zenuwachtig. Okay. Het is denk ik 22 jaar geleden dat ik voor het laatst zenuwachtig was. Want toen kwam je eruit. Toen kwam ik eruit. Hey! We gaan vandaag wat leuks doen. Namelijk in de vorige afleveringen van De Dikste Dieren heb ik vaak dingen moeten fixen. Meerdere dingen. Dus bijvoorbeeld... Zoveel mogelijk dingen voor 1 euro, of een hele outfit kopen, of een huis inrichten. Maar vandaag gaan we 1 ding scoren. Pak even de envelop. Ja, hier staat de opdracht in. Wij krijgen vandaag 500 euro. Dat mogen we via Marktplaats besteden aan een zo snel mogelijk voertuig. Dus of je nou een fiets koopt, of een Skelter, of een fucking F-16, weet ik veel wat. Dat mag je zelf weten. Ja. En aan het eind van de aflevering gaan we racen tegen elkaar. Okay. En degene die het snelste voertuig heeft, die wint. Oké. Okay. Ja? Ja. Zeker. Is het duidelijk? Het is heel duidelijk. Denk je dat je kans maakt? Ja. Nee, ik ben Gio. Ik denk echt dat ik kans maak. Ja, sowieso wel, jongen. Aan je bek, man. Oké, hij is op je bek. Oké, is goed. Nee. ik ga er niet in trappen. Oké, abonneer alvast even op mijn kanaal. Geef deze video alvast een duimpje omhoog. En dan gaan we beginnen aan de challenge van vandaag om erachter te komen wie de dikste dealer is. Veel kijkplezier, let's go! Hey! Goed, Gio en ik krijgen elk 500 euro om het snelste, meest supersonisch, epische voertuig op de kop te tikken. Het maakt niet uit of het een step, boot, rolschaat, skateboard, gehandicapte voertuig of waterfiets is, zolang je maar vooruit komt. Aan het einde van deze aflevering zullen Gio en ik een spannende race houden om erachter te komen wie de snelste is. Degene met het snelste voertuig is deze aflevering de dikste dealer. Let's go! Oké, we zijn veilig aangekomen en we zijn nu dus in midden Beemster. Wat we hier dus gaan doen, we hebben een Skelter gevonden, een super vette Skelter. Nu weet ik natuurlijk niet of een Skelter heel snel gaat, ligt er ook een beetje aan hoe hard je kan trappen. Ik kan niet heel hard trappen, denk ik. Nou, degene waarvan we dus de Skelter hebben, die wilde niet op beeld, maakt natuurlijk helemaal niet uit. Maar, dit hier is dus de Skelter. We gaan hem uitproberen, ik ben heel benieuwd hoe snel die gaat natuurlijk. Oké, zo. Rem is een dingetje, maar ik weet niet of dit het goede is. Ik ben bang van niet, dus misschien is het wel beter als we toch naar iets snellers gaan zoeken. Goedemorgen, Purmerend. Ik ben in Purmerend aangekomen, want hier is iemand met een oxboard, a.k.a. een hoverboard. Ik weet niet hoe je het noemt. Iedereen noemt het anders, maar het is zo'n ding waar je op kan staan en dan ga je vooruit of dan ga je achteruit. We zijn aangekomen bij... Tom's huis. We zijn in Tom's huis en Tom, jij hebt iets voor mij. Oké, we gaan het testen. Zullen we dat buiten doen? Kunnen wij een afspraak maken? Mocht ik aan het eind van de dag nou niks hebben gevonden wat nog sneller is, dan kom ik hem ophalen. Is dat goed? Is dat een goede deal? Ja. Oké, dan gaan we dat afspreken. Hier, deze mag je nog even houden. Oké, dit oxboard was geinig. Tom is een hartstikke aardige gast, maar ik heb het gevoel dat ik toch nog iets sneller moet fixen. Ik ga gewoon weer onderweg en kijken wat er is. Hi, ik ben even naar aanleiding van de marktplaatsadvertentie over de brommer. Ik heb wel interesse om even te komen kijken, maar zou dat vandaag kunnen? Ja, hoe lang moet jij gaan? Ja, uurtje of 12. Ja, is goed. Hoppa! Nou, dit is ideaal. Er heeft iemand een brommer op marktplaats staan voor 500 euro. Ik hoop dat ik nog een beetje van de prijs kan aflullen. Good. Ik ben in Almere en hier is als het goed is een brommer, een schakelbrommer. Voor, ik weet niet meer precies hoeveel, maar minder dan 500 euro. En hij zag er fantastisch uit, dus ik hoop dat hij het goed doet. Hi. Goeiedag. Kelvin. Hoi, Chucky. Hi, Chucky. Goeiedag. Durf jij te zeggen hoe hard hij gaat? Hij gaat op zo'n hard 60. Oké.
Hij gaat op zijn hard 60, dat vind ik best wel een goede snelheid. Loopt hij gewoon? Hij loopt inderdaad. Je kan erop rijden. Ja. Alleen ik zeg er wel bij dat het een echte projectscooter is. Oké. Er moet heel wat aan gebeuren. Oh, dat is wel even. Dat is wel interessant. En ik heb een heel lijstje wat eigenlijk wat erbij hoort. Ik twijfel een beetje. Dan kom ik helemaal naar Almere toe. En blijkbaar is het dus een brommer waar nogal wat aan moet gebeuren. Maar ik moet wel over een paar uur kunnen racen. Dus hij gaat nu even starten, even kijken hoe het voelt. Maar ja, ik vrees het ergst. Half kruis. Ja, hij voelt niet zo goed. Nou ja, dit is wel echt even. Dit is wel een projectje volgens mij. Nee, ja, ik wou hem heel graag van je overnemen, maar ja. Dit gaat hem echt niet worden. Jammer man. Ik dacht, kijk hoe supersonisch dit ding eruit ziet. Maar ja, hier moet gewoon wat veel aan gebeuren. Ja. Henny. Met Gio van de Latoy. Ik bel voor de marktplaats advertentie van de scootmobiel met oplader. Ja, ik denk het wel. Mijn man is thuis, dus ik denk wel dat het mogelijk is. Oké, super. Hey, oké, top. We hebben de scootmobiel. Ja, ik weet niet hoe ik me hierover moet voelen, maar ik heb nog nooit op zo'n ding van mijn leven gezeten. Dus het is sowieso ook wel leuk om dat uit te proberen. Nou, ja, let's go. Albert, hey. Klopt het dat jij een scootmobiel hebt? Ja, helemaal. Ja? Ja. Oké, de deur gaat open. Hij staat hier echt binnen. Het is niet de tractor, denk ik. Dat gaat niet worden. Dit is hem. Kijk eens aan. Ja, daar gaan we. Oké. De eerste keer van mijn leven op zo'n ding. Daar kom ik weer. Nou, heel erg bedankt. Ja. Ik heb alleen wel, denk ik, een probleem. Ik denk dat het niet snel genoeg is. Maar je er nou? God. Ja. Sorry. Ik vond het wel heel leuk om erop te zitten. Ik heb nog nooit zo'n ding gezeten. Maar ik denk dat we toch naar je stout moeten gaan zoeken. Tjo. Spijt me. Oké, dan gaat hij weer op de lader. Ja, top. Nou, heel erg bedankt. Nou hoor. Ja, dankjewel. Een uurtje later ben ik aangekomen in Krommenie. Hier is een poeg te koop. Een poegje. Voor 450 euro. Ik ben heel benieuwd of hij een beetje hard gaat, maar ik moet hier zijn. Alleen ik zit nog redelijk vroeg in de opdracht, dus ik wil nog één ander adresje proberen die misschien nog een sneller voertuig heeft. En als hij nou niet lukt, dan zou ik heel graag rond 3:30 hier terugkomen om hem te kopen. Maar nu zou ik hem graag willen reserveren. Is dat goed? Dan geef ik deze weer aan jou. Is goed. En ook deze weer. En dan zie ik je misschien om 3:30. Hallo? Yo, hoe gaat het jongen? Hoe het bij mij gaat? Ja? Laat ik die vraag aan jou stellen. Hoe gaat het bij jou? Ja, kijk, het gaat goed. Maar we hebben een heel goed plannetje. We hebben een heel goed plannetje. Alleen dat ga ik jou nog lekker niet vertellen. Jullie hebben een goed plannetje. Hoe kan je hier nou weer een plannetje bij hebben? Ja, dat is de vraag jongen. Dat is de vraag. Oké, spannend. Dat klinkt je zelfverzekerd. Ja, zeker. Eerste keer van mijn leven. Dat ben ik helemaal niet van je gewend. Nee, dat klopt. Bij mij gaat het ook soepel. Ik zou je vertellen, ik heb ook een plan. Oké. En wat houdt het plan in? Ja, gewoon een voertuig kopen. Zo dan. Zo, dat is wel een heftig plan, man. Maar ben je al klaar? Of we klaar zijn? Nee. Ja, heb je hem al? Nee, ik heb hem nog niet. Oh. Jij wel dan? Jazeker. 3 uur geleden al. Niet, hou je mond. Wat ben je nu aan het doen dan? Nee, mijn eerste adresje had meteen raak. Nee. Ja. Nee, dit is onzin. Ik weet zeker dat jij nu gewoon mij in de maling zit te nemen. Ik weet het, ik heb geen idee, joh. We hebben nog 2 uurtjes, dus ik wens je nog heel veel succes. Ja, jij niet, hè? Hey, oké, hè? Kusjes. Doei. Ik heb een plannetje, zegt hij. Dan denk ik, hoezo kan je nou weer een plannetje hebben? Je moet een voertuig kopen en dan moet je racen. Wat is het plan? Ga je achterstevoren of zo? Wat ga je doen? Wat ga je doen, vriend? In ieder geval, ik ben onderweg naar een gozer met een kart. Hallo, met Jelle. Hi, een hele goede middag met Gio. Jij hebt een elektrische stap voor ons. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Ja. Vind jij het goed als we straks langskomen bij jou? Ja, natuurlijk. Ja? Oké, we hebben dus een step gevonden. Ik hoop dat dit gaat lukken. Nou, jongens, kijk eens aan.
Hij komt wel aangereden. We zijn op de locatie aangekomen. Hallo. Hallo. Hi. Ik ben Jelle. Gio, alles Hoi. Goed? Ja. Ja, ja, we gaan er zelf maar gaan ja? rijden. Hoe werkt het? Hier is gassen en dit is de rem. Oh, is het ook echt een gasding? Ja. Oh, shit. Kom maar. Oh! Deze gaat echt snel, even serieus. Nou, we gaan betalen. Laten we het via een betaalstukje doen. Ja. Oké. Okay. Betaal veilig. Betaling afronden. Ja. Hoppakee. Kevin, betaling geslaagd. Mooi. Nou, veel plezier ermee. Ja, dankjewel. En ik hoop dat je de race gaat winnen. Ik ga hem sowieso winnen, man. Ik ga hem sowieso winnen. Nou, tot op de race. Goed, het is geregeld. Ik heb het al gedaan. Ik was net bij Rijn. Rijn woonde op een boerderij, super toffe gast, hij wou alleen niet op beeld. Ik heb hem €500 betaald voor een voertuig waarbij ik vrij zeker ben van het feit dat ik ga winnen. Aanschouw, mijn enige echte kart! Ik weet niet wat Gio heeft geregeld. Nee, als hij een auto heeft, dan is hij waarschijnlijk sneller. Alleen, dit wint toch sowieso de originaliteitsprijs. Hij is roze met geel, nummer 9. Nou ja, als er één ding zeker is, is dat 9 mijn geluksgetal is. Sinds nu. De kar, dit wordt echt legendarisch. Dit was echt top. Oké, we zijn aangekomen op ons parcours. Gio en ik staan naast elkaar, we hebben een blinddoek om, want we weten nog niet van elkaar wat voor voertuig we hebben. Het is tijd voor de onthulling, Gio. Ben je klaar? Ja. Oké, 3, 2, 1. Nee! Ja! Een kart? Een kart! Oké, ik heb gezien dat Kelvin een kart heeft. Ik weet niet hoe die hier aan is gekomen, ik wist niet eens dat je dit op Marktplaats kon kopen, maar blijkbaar wel. Wat is dat? Dat is een stem. Een elektrische stem? Ja, voordat je denkt dat ik echt ga stemmen, dat is een elektrische stem. Serieus? Ja, ik kan erop zitten. Werkt die kart echt van? Dit is voor oude mensen apparaat. Joh, ja, je loopt een auto, je gaat niet meer klaar worden, hè? Nee, hij gaat super snel, serieus, ja. Ik kan lastig inschatten of ik ga winnen. Ik denk wel dat mijn kart sneller is, maar Gio's step is wat wendbaarder. Dus Gio kan scherpere bochten nemen. Maar ik heb misschien wat meer snelheid. Oké, ik ga hem even omkleden. Want ik heb nog een kostuum die erbij hoort. Oh jee. En dan is het tijd voor de race. Het wordt denk ik wel echt een nek aan nek race. Wat dat betreft is het nog wel even spannend. Oh my god! Netjes! Ja, hey, dames en heren, jongens en meisjes! Ja. Hoe voel je? Ik voel me als een banaan, man. Ik voel me echt zorgen. Het heeft niet geholpen met een banaan. Nee. In ieder geval, lieve mensen. Dit was de allerlaatste aflevering van de Dikste Dealer. En Gio, ja. Wie is vandaag de Dikste Dealer? Ik, man. Nee, ik! Ja. Ik heb eindelijk weer eens gewonnen. Lekker, man. Ik ben trots op je. Bedankt je wel dat je mee wou doen. Lieve mensen, laat even weten in de comments of je dit een toffe serie vond en of je een nieuw seizoen wil. Geef een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en ook op Gio. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doe eens gek! Je bent er allemaal!